Nee, ik wou het eigenlijk met u hebben over het alfabet. Want eigenlijk begint de taal natuurlijk met het alfabet. Maar daar heb ik laatst over nagedacht. Wat een raar alfabet hebben wij. A, B, C, D, E, F, G. Totale willekeurige volgorde. Dus ik zat te denken, moeten we niet eens gaan kijken naar wat nou eigenlijk de meest gebruikte letters zijn uit onze taal? En moeten we niet op basis daarvan een alfabet formuleren? Heb ik gedaan. Er is dus onderzoek gedaan, hè, naar wat de meest gebruikte letters zijn. En ik heb het alfabet opnieuw gegroepeerd. Het is nu de top 26 alfabet. Ja, en we gaan natuurlijk beginnen onderaan op nummer 26. Ja, het is natuurlijk de laatste letter. Wat denk je? Wat is de minst populaire letter van het alfabet? Wat denk je? De Q! Ja, het is een waardeloze letter. Hij komt er geen enkel woord voor. Zelfs niet in kukkele Q. Ja, jongens, heb je 3 kansen om in een woord voor te komen? Pak je ze alle 3 niet. Sukkel van de letter op 26. Op 25, de Y. Ja, dat is ook helemaal geen letter natuurlijk. Ik bedoel, we hebben al een J. En een ei kunnen we zelf maken, toch? Met een I en een J, of een E en een I, of een kip. Het is, hij zit in geen enkel... Ja, hij zit in de yoga en hij zit in de yoghurt. En voor de rest heb je er helemaal niks aan, de Y. Het is echt... Hier, voorbeeld. Ik zal laten zien. Weet je wat dit is? Nee, dat is mijn naam als je het helemaal schrijft met Y's. Ga je diep schamen, Y. Get alive. Op 24, een letter die heel zijn verschijningsvorm ook al aangeeft dat je zelf ook al liever afwezig had willen zijn. Een kruisje. Op 23, de F. Nou, het is ook de F van effen niet, want we hebben al een V. Is helemaal niet nodig, die hele F. Op 22, de C. Nou, tegen de C zou kunnen zeggen, jongen, maak gewoon een keus. Hè? Ben je nou een S of een K? En dan praten we verder. Op 21 de Z. Ja, logisch dat hij zo weinig populair is, dat hij zo onderaan staat. Het is natuurlijk de laatste letter van het alfabet. Ja, voor we daar waren aangekomen was iedereen allang dronken of naar huis. Op 20 de J van jij. Dat vind ik opmerkelijk, dat de J van jij dus eigenlijk minder populair is dan de U. Terwijl, ja, wie zegt er nog U tegenwoordig? Veel grappig. Op 19 de W. En ik vind eigenlijk, daar zou het alfabet wat mij betreft mee moeten beginnen. Ik bedoel, hè? Met een W. Het hele leven begint toch met W'en, ja. W'en. The W of life, zeggen ze in Twente. En het is een hele altruïstische letter, dat vind ik zo mooi, weet je wel. Het gaat niet om mij, het gaat om jou. Het gaat zelfs 2 keer om jou. W. Oké, Amsterdam, het duurt te lang. We gaan... Nee, ik snap het. We gaan naar de top 5. Populairste letters van dit moment op 5 met stip. De I op 4, T. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie bestelling. Als je met z'n 4 bent, even lekker thee drinken. 4, T. Op 3, de A. Dat is een ranzige letter. Hebben we daar al eens over nagedacht? De A, dat is een vieze letter, jongen. De A van anus. Aarschat. Acne. Afval. Aanbijen. Het is alleen maar vies. Aandoening aan je lul. Het is alleen maar... Dat zo'n letter zo populair kan worden, dat zegt wel even iets over de staat van de Nederlandse cultuur. Het is echt bedroevend. Op 2, de N. Nou ja, het is een tweepoot. Dat snap ik wel. Hey, even een klein raadsel tussendoor. Hoeveel D's zitten er in het woord eend? Het woord zegt het al. Oké, halen die eruit. Prima. En op 1, wat denk je, wat is de populairste letter van het alfabet? De E van 1. Dat is toch leuk? De E van 1. Nou, zo kun je ook een heel alfabet maken natuurlijk. Hè? Op 1 de E van 1. Op 2 de T van 2. Op 3 de D van 3. Op 4 de V van 4. En op 5 de V van 5. Nou, het nieuwe alfabet wordt dus, en dit gaan we straks allemaal uit ons hoofd leren, dus neem even, maak even die mentale aantekening. E-N-A-T-I-R-O-D-S-L-G-V-H-K-M-U-B-P-W-J-Z-C-F-X-I-Q. Nou,